De jaren 70 waren het roerige decor van mijn puberteit. Ze gedenkwaardige episode in ieders leven en zeker ook in het mijne. En geheel in overeenstemming met de tijdgeest besloot ik dat het een geweldig idee zou zijn om mijn haar te laten groeien. Ik ging lang haar nemen. Ik was 15, denk ik, 15 of 16 of zo. Nou, dat was dus helemaal geen goed idee, want ik had altijd heel erg slap en dun haar. Dat kwam dan uit zo'n gaatje gekropen en flikkerde meteen naar beneden. Niks, geen krul, niks, geen slag. Gek genoeg is het nu beter. Ja, het is nog niet heel veel. Maar het gekke is, in de loop van de decennia is het iets voller geworden en dan komt er wel een soort slag in. Dat vind ik dan heel gek, dat als je ouder wordt, dan gaat meestal alles achteruit. Maar mijn haar is vooruit gegaan. Als ik had mogen kiezen, had ik liever gehad dat ik dan op mijn 50ste alsnog een sixpack had ontwikkeld vanzelf. Maar het is mijn haar geworden. Nou goed, ik mopper niet. Ik was dus met lang haar en ik woonde in een dorp waar wij ook een authentieke dorpskapper hadden. En die vond dat maar helemaal niks. Dus altijd mopper als hij me moest knippen. En op een zekere dag heeft hij geheel tegen mijn zin in gewoon eigenzinnig en eigenhandig de schaar erin gezet. Nou, ik woedend natuurlijk. Ik denk, ik ga daar niet meer naartoe. Dus ik ging voortaan naar de dorpskapper in het dorp ernaast. Dat was een groter dorp, en is een groter dorp, en ook een luxere kapper. En een beetje een modieuze man met zo'n sikje, met zo'n snor, dit weet je wel zo, en een haar. En die zei na een paar keer zei tegen mij, joh, je doet het altijd hetzelfde, mag ik eens wat anders proberen? Ik zei, oké, goed. Dus die man die ging aan de gang met de feunen en touperen en lakken en toestanden erin. Ik had een soort achterovergekamde helm aan die kop. Ik lachte me gek en ik denk, joh, doe jij lekker. Als ik daar naar huis fiets, dan waait het er wel weer uit. Nee, dat was een kleine misrekening. Want het was namelijk compleet gestroomlijnd gekapt. Dus hoe harder ik fietste, hoe meer de rijwind dat kapsel in zijn model drukte in plaats van mijn eigen oude model waar ik natuurlijk op uit was. Nou, goed, dat. Toen ging ik naar de Academie voor Kleinkunst. Eerste selectiecursus. En daarna, toen ik toegelaten was de school zelf, was ik 18, 19. En met dat lange haar dus. En ik vond dat ik er zo jong uitzag. Dus ik heb toen ook mij een snor aangemeten. Wat een nog veel slechter idee was, want dat was gewoon een dun vlassnorretje. Maar goed, zo liep ik er dus bij. Nou, toen kwam ik op de school zelf en toen zei mijn spelleraar, die zei, jongen, dat kan helemaal niet zo. Ik wil je gezicht zien, doe eens wat. En toen, vanwege alle grote veranderingen, die theateropleiding, uit huis, heb ik in één klap radicaal het gemillimeterd. Mijn moeder was bijna in tranen en helemaal toen ze ontdekte dat ik van de gelegenheid gebruik had gemaakt om mijn oren, die nu weer zichtbaar waren, te tooien met twee oorbelletjes. Ja, ik had twee gaatjes laten pikken en tatoing, oorbellen erin. En ik was dan ook, ja, ik had in die tijd, ik wilde altijd leuk zijn en altijd opvallen. Soms denken mensen dat alle artiesten dat hebben, maar ik denk dat het andersom is, dat mensen die leuk willen zijn en op willen vallen, dan artiest worden. In ieder geval zo was het bij mij. Maar ik ging dus allemaal heel originele oorbelletjes erin te doen. Ik heb dobbelsteentjes gehad en van die zwaaihandjes. En zo'n lesbisch vrouwentekentje heb ik er ook in gehad. En pistooltjes en messen. En op een gegeven moment, toen mijn verstandskiezen eruit waren gehaald, dat waren die grote knollen, die heb ik op een stekertje geplakt en in mijn oren gehangen. En die zijn er toen echt door de meiden van mijn klas op de Academie van Kleinkunst met geweld eruit geslagen. Ja, dus dat is een korte geschiedenis van mijn kapsel en mijn oorbellen. Ik weet niet of iemand erop zit te wachten, maar ik wou het toch even met jullie delen.